werken. Dat platform wil je bieden? Ja, nou, dat, ik heb wel dat platform, heb ik wel in. Dat is een beetje de basis van wat wij willen doen. We zijn een geheime internetpagina hebben we gestart. Er zitten nu ongeveer 40 mensen in Nederlanders die allemaal aanslagen hebben overleefd. 40? Ook al in het verleden. En het mooie is dat je daar gewoon soms een bericht post en binnen een minuut kan je al reactie krijgen. En soms hoef je ook niks te zeggen. Soms wil iemand gewoon even zijn hart luchten. We spreken af en toe fysiek met elkaar af. Gaan we gewoon een biertje drinken. En dan hebben we het helemaal niet over dit soort... Heb je dan ook ruimte voor om te lachen? Humor? Ja, tuurlijk. Dat is ook waarom wij zo klikken. We nemen het ook niet te serieus. Maar dat is ook hoe ik met de jongens ermee omga. We maken er zoveel grapjes over die ik hier niet kan vertellen. Want dat snapt niemand. Die zijn gewoon te heftig. Ja, wel, doe maar. Doe maar wel. Doe maar dat had ik ook toen ik Ingrid ontmoette. En ook Arjen. Die is ook, we hebben een bepaalde luchtigheid ook over een heel zwaar onderwerp. Dat die helpt. Helpt echt, ja. Want iedereen maakt het al zo zwaar. En het is al zo... Jij ook, Ingrid. Ook die humor. Ook ja, belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, even ja. Hoe je hem noemt altijd. Oh ja, als mensen mij vragen, heb je kinderen? Dan zeg ik, ja, hoeveel kinderen? Ik zeg, nou ja, 2 cadeau gekregen. 1 eigen productie en de andere is uit de lucht komen vallen. Ah. Ik kan die niet maken. Nee, ja, nee, maar, die mag ja, jij ook niet maken. Die mag ik echt niet maken. Ja, mag ik maken, ja. Nee, die mag jij maken. Ja, ja. Heb jij dat ook, Arjan? Nou, bijvoorbeeld toen ik terugkwam. Jazeker. Ja. Ja. Dat moet ik vertellen. Ja. Nee, maar ik zat op voetbal en dan heb je toch die kleedkamerhumor. Oh. En dan krijg je die gasten van, ja, dan heb je 20 maanden hoogtestage gelopen en dan heb je nog geen conditie. Oh. De duurste bank zitten. Dus dat is wel fijn dat mensen ook... Nou ja, ze hoeven niet allemaal voorzichtig van hoe gaat het met je. Dus het is ook fijn als er mensen om je heen zijn die dat gewoon doen. En, ja, wat we ook willen doen is mensen goed doorverwijzen, meteen doorverwijzen. Dat ze niet lang hoeven te zoeken bij welke familieregisseur kan ik me aanbieden, bij welke goede psycholoog in mijn omgeving. Dus het is ook een platform om snel de juiste hulp bij mensen te zoeken. Of ja, is er ergens een potje, want ik ben mijn baan kwijt, UWV betaalt nog niet. Dus dat soort dingen, zodat we ze sneller door kunnen verwijzen, zodat het proces van heling sneller kan beginnen. Ja, ik weet dat je...